Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt nog vrij veel bewolking boven Nederland. De meest actieve regen die eruit valt, valt over de zuidoostelijke helft van het land. Maar het geheel gaat geleidelijk aan opschuiven. Dat betekent dat het vanochtend in het westen voorzichtig al droog wordt, met mogelijk al een eerste opklaring. Temperatuur in de ochtend tussen 4 en 7 graden en nog vrij veel wind. Vanmiddag neemt de wind langzaam wat af. Er valt nog een enkele bui, maar er is ook ruimte voor een beetje zonneschijn. 6 tot 8 graden de maximum temperatuur. Die temperatuur gaat in de avond natuurlijk wel wat omlaag, naar een graad of 5. Dan is er een enkele bui mogelijk in de kustprovincies. Verder zijn er ook wat opklaringen en er staat een meest matige wind. Morgen een wisselvallig weerbeeld met in eerste instantie nog wat buien, maar in de middag ook weer ruimte voor wat zonneschijn. Temperaturen vergelijkbaar vandaag 6 tot 8 graden, wind uit west tot noordwest, matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 boven. Woensdag wordt een andere dag met veel meer wind en hogere temperaturen. En donderdag wordt het zelfs 12 of 13 graden. Beide dagen veel bewolking en perioden met regen. Vrijdag is er weer wat ruimte voor de zon, maar vallen er ook stevige buien. En ook dan is het nog behoorlijk zacht. Ik ben Marco Verhoef van weerblaza.nl.